ABP-parlementariër Ronnie Brunswijk twijfelt aan de realisatie van de begrotingen van 2018 die waarnemend president Ashwin Adin na zijn jaarrede in DNA heeft ingediend. Volgens Brunswijk is de jaarrede slechts een formeel verhaal. Hij vraagt zich af hoe de projecten zonder financiën uitgevoerd zullen worden. Naar zijn mening komt het elk jaar voor dat jaarredes worden gepresenteerd terwijl de doelen toch niet gerealiseerd kunnen worden. Wanneer je kijkt naar al die jaarredenen en al deze dingen worden al gezegd bijna. Wat ik kijk naar de realisatiegraad, daar moet je kijken. Wat men hier zegt is eigenlijk is een formaliteit. Want je moet hier komen, je moet een verhaal vertellen. En die verhaal is verteld. Maar als het inderdaad zo is wat ze hebben gezegd, dan komen we een goede tijd tegemoet straks. Dus woningbouw wordt verplaatst over naar het binnenland. Er komen zonne-energie, proef in Godde Olo, enzovoorts. Dus al die dingen die men zegt, is hoopgevend. Maar als het niet maar bij woorden blijft, ook de daden, dan gaat het goed gaan. U zegt een verhaal. Het is een reden. Het zijn dingen die de regering van plan is te doen. Maar dan zeg ik toch, die verhaal wordt al zoveel keren verteld. Het is toch een jaarrede. Heeft er dus geen geloof in, of wel? Nou, soms niet helemaal hoor. Ik heb niet helemaal geloof in wat gezegd is. Omdat ik heb al zoveel jaren, ook toen ik in de regering zat, ook jaarreden van de president gehoord. Er zijn verhaaltjes gebleven. Tijdens de presentatie van de ontwerpbegroting 2018 zei waarnemend president Adin dat de projecten gefinancierd zullen worden met belastingmiddelen en via schenkingen en leningen. De programma's presenteren het uit te voeren beleid, CQ-projecten van de regering. Hiervan zal een bedrag van SRD 5.504.278.000 uit eigen middelen bestaande uit belastingen en niet belastingontvangsten worden opgebracht. Op de begroting opgebrachte leningen en schenkingen bedragen SRD 1.677.146.000 en met betrekking tot de totale overheidsontvangsten voor het dienstjaar 2018 worden deze onderverdeeld in 1. Directe belastingen ad SRD 1.564.000.000, indirecte belastingen ten bedrage van SRD 2.014.100.000. Niet belastingontvangsten voor SRD 1.926.178.000. Een totaalbedrag aan belasting en niet belastingmiddelen komt neer op SRD 3.578.100.000. Waarnemend president Ashwin Adin. Hij heeft na de presentatie van de jaarrede ook de ontwerpbegroting 2018 gepresenteerd. Daarbij heeft hij aangegeven hoe de begrotingen gefinancierd zullen worden. ABP-parlementariër Ronnie Brunswijk houdt daaromtrent de vinger op de pols.